de dure maanden komen we eraan. Sinterklaas, kerst, nieuwjaar. Dus daarom hebben wij van Boeg de uitdaging gekregen om zo goedkoop mogelijke cadeautjes te scoren voor Sinterklaas. En de bedoeling is voor onder de 10 euro. Dus we zijn heel benieuwd of het gaat lukken. Ja, dus wil je weten waar je leuke cadeautjes kan scoren onder de 10 euro? Kijk dan vooral even mee. Voor je vriendinnen, check dan zeker even de Forever 21. Daar heb je gewoon een heleboel leuke dingen voor de 10 euro. Allemaal sieraden, tasjes, eigenlijk alles voor echte meiden. Dus neem vooral even een kijkje. En wij zijn heel enthousiast over de Xenos. We hebben echt heel veel leuke spulletjes, ook voor kerst. Maar ook echt leuke spulletjes om te geven met Sinterklaas. Dus als je echt niks weet, je hebt er dingen voor je vriendje, voor vriendinnen, voor je zusje, voor je moeder. En als je vriendinnen bijvoorbeeld uit huis gaan, zijn er superveel bakaccessoires die je kan geven. Dus echt een goed idee om naar de Xenos te gaan. All in all, lived out this innocent time. Gold rose leaf Kansas. Zoekt hebben ze daar. Voor mannen en vrouwen zijn gewoon zoveel leuke dingetjes die je daar kunt halen. Dus weet je eigenlijk precies wat je iemand moet geven, dan vind je het sowieso bij de HEMA. Bodyshop. En de bodyshop is echt heel leuk als je op zoek bent naar bijvoorbeeld zeepproducten, body butter, body lotion. Die ruiken zo lekker allemaal. Ze hebben hele leuke cadeauverpakkingen. En het mooie aan bodyshop is, dat wordt niet op dieren getest. En het is vaak ook heel duurzaam. En sommige cadeaus worden ook deels zeg maar in geld overgemaakt aan een stichting die water verzorgt voor families in Ethiopië. Dus dat is ook nog eens een goed doel. Dus dan geef je eigenlijk dubbel met de bodyshop. Maar het was heel leuk. Ja, en ook zowel mannen als vrouwen kun je er echt wel leuke dingen kopen. Dus ga er even langs. Uit de Lush en oh, het ruikt gewoon zo lekker. Ze hebben daar zoveel lekkere dingen. En we dachten in eerste instantie dat we niet heel veel zouden kunnen vinden voor onder 10 euro. Maar het blijkt dat bijna echt alle bubble bars en alle shampoos en eigenlijk alle dingen zijn bijna allemaal onder de 10 euro. Dus wil je gewoon iets lekkers hebben waarmee je iemand lekker kan verwennen, dan moet je zeker even langs Lush gaan. Cadeautjes zoekt voor je broer, voor je vriendje, dan is het echt een heel goed idee om naar de Zara te gaan. Daar hebben ze namelijk hele lekkere parfums voor maar minder dan 10 euro. Ze hebben ook duurdere, maar we zijn op zoek naar cadeautjes onder de 10 euro, dus die hebben ze ook. Dus dat is wel echt een aanrader. All in all, all, all in all, lived out this innocent time. Onze Boeg Challenge en nou, ik vond het best wel geslaagd eigenlijk. We hebben goede cadeautjes gevonden voor onder de 10 euro. We willen jullie bedanken voor het kijken en hoop dat jullie het leuk vonden en dat jullie er een beetje iets aan hebben gehad. Ja, en ga je nou zelf nog op pad voor cadeautjes en kom je hele leuke dingen tegen? Laat ons dan vooral even weten hier onder het artikel of onder het YouTube filmpje. Want dan kunnen we die ook weer meenemen als onze eigen tips. En vergeet vooral niet even te abonneren om op de hoogte te blijven van onze video's. Elke vrijdag en zondag staat er om 6 uur een nieuwe video voor je klaar. En ja, we hopen dat je het leuk vond. Tot snel. Dankjewel. Ben ik echt super fan van Orphan Black.
Kijk jij ook of niet? Nee, heb ik al helemaal. Ja, ja, het is nu dan even gestopt, want het is nu seizoen afgelopen. Maar echt, die serie is zo.